zijn al zoveel perfecte kubussen uitgevoerd. Ja. Dat ik denk, ja, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Want misschien gaat het mij er ook niet om. Mm-hmm. Gaat het er gewoon om, om dit even weer gedaan te hebben. Om dit te maken. Om weer even te zien hoe het is. En dan in zo'n kleur. En ook, ja, toch net even steeds die verandering van vorm. Die ja. er nog steeds een beetje mogelijk is. Stel, ik heb heel veel strakke vormen ineens gemaakt. Dat ik dan ineens denk, oh, deze die is eigenlijk zo slap van vorm. Nou moet hij maar een beetje ook laten zien dat hij zo is. Ja. Ik ben op een gegeven moment gaan werken met pigmenten en binden. Ja. Dus ging ik zelf de verf maken. En toen heb ik eigenlijk van het begin af aan heb ik de kleuren aangebracht op verfrolletjes. Dus de kleuren waar ik mee werkte. Je maakt een werkstuk en tijdens het maken van dat... Dan zorg ik ook altijd dat ik even zo'n rolletje maak. En dan, dus het is als het ware een beetje een palet. Ja, want je kan ze dus stapelen en zo. Hè? Dus één aan de muur en dan een volgende erop. En, nou ja. Dus dan kun je er echt weer mee spelen. Dus dan heb ik mijn blokkendoos weer terug. Van het een kom ik terecht in het ander. Dus als ik weer een poos met verf heb gewerkt, waar ik eigenlijk toch weinig controle over heb, als het dan die vlekken zijn, dan denk ik van ja, het gaat er organisch uitzien. En wat nu, weet je? En ik ben eigenlijk toch steeds dat ik met één kleur werk. Dus ik meng kleuren verder niet. Is het toeval dat ik veel geel zie? Of? Nee, dat is op een gegeven moment een keus van me geweest. Ja. Dat ik door al die kleuren, dat ik dacht van nou, ik moet gewoon even een tijdje, moet ik me gewoon focussen op één kleur. Je hecht daar geen betekenis aan nee, het heeft kleur op zich? Het heeft, nou ja, ik heb het eerst wel gedaan natuurlijk. En op een gegeven moment, dacht ik van het maakt niet uit welke kleur je gebruikt. Maar goed, op een gegeven moment presenteer je je werk en dan merk je dat het wel uitmaakt. Dat het wel anders is of je een bruin ding ophangt of een geel ding. Dus dat de ruimte eigenlijk ook wel mee gaat doen. Dat de ruimte mee gaat bepalen in keuzes van de kleur. Ja, want je wil geen verhaal vertellen. Ik wil geen verhaal vertellen. Nee, zo gauw het een verhaal, wordt, dan stop ik. Ja. Dan gaat het niet meer door en doe ik het weg. Dus en dat vierkant is eigenlijk ja. de meest perfecte... Ja, dat is voor mij nu de meest perfecte vorm. Ja. Maar de kubus... bestaat uit lijn, toch? Ja. Ik zie nog meer lijnen op de vloer, op de wanden. Ja. De lijn is een... Ja, de lijn is op een gegeven moment, heb ik de verspringende lijn ontdekt. Dus dat ik had hier allemaal houtjes op de vloer liggen. En toen dacht ik, oh wat interessant als dat gewoon niet een recht is, maar dat het verspringt. En dat dat een soort ruimtelijke ervaring geeft. Dus toen ben ik me meer bezig gaan houden met de lijn. Bestaat eerst de lijn of bestaat eerst de kubus, het vierkant, de massa? Nou ja, het vierkant was er dus vanuit mijn schilderijen. En toen is denk ik de lijn gekomen. En toen is de ruimtelijke kubus ontstaan. Okay. Ja. De massa. En de massa. Ja. 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 Is dat vanuit het vierkant? Ja, dat is vanuit de kubus ook weer. Dat ik, okay. Dat ik hem dus gekreukeld heb om te kijken van... Nou ja, als je dat dan kreukelt, waar die lijn dan blijft, hè? Zo... Dan is het, ja, dan is het nog maar de vraag of het een kubus blijft. Ja, het blijft in principe een kubus, want de ribben zijn gelijk groot. Maar de vorm is gewoon eigenlijk geen kubus meer. Nee. De andere werken zijn juist allemaal materiaalonderzoek of vormonderzoek. Verplaatsen, vermenigvuldigen. Bij die oprolschilderij is het ook verschuiven, veranderen. Een kwestie van aanbrengen en... Ja. Ja. Kijken wat er ontstaat. Ja. En bij de eerste aanblik is dit veel meer een schilderij. Ja, ja dat was ook de bedoeling. Om Nee, maar goed. Dat is wel grappig, want dan denk ik op een gegeven moment, ik heb het voortdurend over schilderen. Ja. Want eigenlijk werk ik toch vanuit schilderkunst. Ja. En dan denk ik, en ik maak nooit geen schilderijen meer, dus dan ga ik schilderijen maken. Maar goed, dan voelt het toch aan dat het in die zin erg anders is. Ja, dan is het anders. Ja, dat is het spel volgens mij, hè, van... orde en, het weer opzij zetten, de orde. Dus het is beide, denk ik. Zo gauw er orde is, dan ga ik het weer van orde maken. Voorbij aan de orde.